een hele goede morgen. Ik denk, waar zijn ze mee bezig? Ja, we zaten tongen uit te steken. Jij hebt een hele lange tong. Ik heb een hele lange tong. Nou, ik denk dat we daar, nou, misschien op het einde. Okay. Zo om leuk te eindigen. Nogmaals een heel hartelijk welkom. U kijkt naar Lunchroom. Mijn naam is Christine van der Horst. En ik heb iemand uitgenodigd vandaag die u allemaal kent. Natuurlijk vanuit de rol van Julia in Ford Alpha. En als een van de wederhelft van de brutale meiden, Jennifer de Jong. Van harte welkom, Jennifer. Fijn dat je er bent. Heel fijn dat je er bent. En wij hebben wat te vieren vandaag. Ja, want jullie bestaan een jaar. Ja, ja. Wij bestaan precies een jaar. Mag ik even voor de mensen die aanwezig zijn in de studio een applausje daarvoor. Dat houdt in dat wij 52 uitzendingen gemaakt hebben alweer. Want wij gaan nooit op vakantie, zoals u dat weet. En we gaan hem ook aansnijden natuurlijk. Oh, en tegelijkertijd vraag ik aan jou, Jennifer. Ja. Want hoe breng jij nou normaal zo een zondag door? Als mijn dochter niet al te vroeg wakker is, dan lig ik nog eventjes op bed. Ja. En anders dan ga ik lekker... Om even zo te doen, ja. En dan ga ik lekker vroeg opstaan en dan... ja, dan gaan we de familieleden langs of even lekker naar het bos of even ergens een pannenkoekhuisje pikken. Want jouw dochter is Mila? Ja. Anderhalf jaar oud, hè? 19 maanden. Nee, 20. 20 maanden. En hoe is Mila nou? Ja, leuk, lief, stout. Hoe is jouw kindje? Als moeder zijn dan ben je natuurlijk heel erg trots op je eigen kind. Ja. Of kinderen. Mila is toch wel een kopie van mezelf en Mike. Ja? Ja, toen had ze nog heel kort haar. Lijkt ze echt op zo'n boerdaatje. Lieve. En nou, we zijn een weekendje weg geweest met vrienden. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat het ook wel een kringetje kan zijn. Want? Want zij hebben zelf ook een dochtertje, 2 maanden ouder. En zij mocht niet aan Mila de spulletjes zitten. En dat was wel een hele openbaring, hoor. Dat je eigen dochter toch ook wel een kring kan zijn. Ja, maar elke dag moet het een feest zijn met haar. Absoluut. Ja, dat kan ook niet anders. Direct praten we verder met je, Jen. Hier in de uitzending, want we hebben muziek van jou. We hebben fragmenten van jou uit Ford Alpha, onder andere. En uit Brutale Meiden. Dat straks allemaal, maar eerst bent u thuis aan de beurt. Want op 0909-8870 mag ik maar liefst gaan weggeven het abnormaal hoge bedrag van maar liefst 4000 euro. Dit bedrag kan je zomaar winnen met één telefoontje. 8800 gulden. Kijk eens even razendsnel mee, want ik wil bijna direct een winnaar hebben. Wie is dit? Ja, wie zoek ik vandaag? Ik lees even de aanwijzingen voor je voor daar links. Zij zet haar hart vaak in actie en onlangs brak ze haar hart. Ja, ik denk dan direct aan Manuele Kemp, want die is natuurlijk pas met Jeroen Pauw. Nou, ook gebroken hart natuurlijk. Linda de Mol, dat zag ik ook eventjes voorbij komen. Zijn het allemaal niet? Wie weet het juiste antwoord? Aan de foto kan je het absoluut niet zien. Ik weet het zelfs wel. Als je knijpt met je ogen, krijg je een heel raar gezicht te zien. Op 0909-8870 mag je direct gaan bellen voor die 4000 euro bij ons in de jackpot. Met andere woorden, bellen en pak die prijs, want als jij het niet doet, doet een ander het. Ik wil razendsnel een winnaar hebben op deze vraag. Wie is dit? Hoe heet deze, mag ik wel zeggen, vrouw? Want er staat, zij zet haar hart vaak in actie. Ja, dat doet Linda de Mol. Dat is een hartstikke lieve vrouw. En onlangs brak ze haar hart. Ja, dan denk ik weer aan Manuele Kemp. Die zijn het allemaal niet. Wie is het wel? Kijk naar de foto. Want aan de aanwijzing heb je niet echt veel. Kijk naar de foto. Wie heeft er enig idee? Laat het me weten. 0909-8870. 4000 euro in de jackpot bij ons. Dus kom ze direct halen. Ik wil zo snel mogelijk een winnaar krijgen aan de andere kant. Heel veel succes.